kan ik u helpen? 151. 151? Nee, dit is samen met 294,94. Wou je pinnen? Dit is een intro! 151. 151. De nieuwste Scarlet and Violet set die toch wel veel van mensen de set van het jaar is in de hype. Dikke Snorlax. Hoe noem je mij? We maken hem open. Nou. Als dat lukt. Heb je iets scherps? Ik gebruik dit ding wel. Dit ding is ook niet scherp. Dus hoe is het met jou hier? Ja, goed. Ja? Dat gaan we er niet uit in zitten. Dat je dit nog steeds niet kan, hè? Nee, slecht. En zo, met zo'n mooie nieuwe camera erbij. Nou. En dan nog steeds dat niet kunnen. Het is wat. Waarom heet deze set 151 hier? Omdat hier de originele 151 Pokémon in zit. Ja, toch? Dat is zeker waar. Hier hebben we hem. Ik vind de ETB echt heel mooi. De Snorlax, heel top. Dit is een boek. Voel eens. Hij is van papier in plaats van dat plastic wat ze normaal doen. Wat milieuvriendelijk. Ja, wat milieuvriendelijk van Pokémon. Ja, dat is ook wat er Als jullie hier even snel kijken, dit is een set. Dus dat is wel cool. Daar gaan we voor. Oh, zag je dat? Spoilers. We gaan de doos openmaken. Dit is weer zo'n specialty set. Dus dat houdt in dat deze set niet losse packs te koop zijn. Deze packs komen alleen in dit soort dozen. Dus in elite trainer boxen, in speciale dozen. We hebben hier 10 packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoeveel packs we hier hebben? Weet ik. Wat staat hier op die doos? Nou, waarschijnlijk 9. Moeten dit 9 zijn? Ik weet het helemaal niet meer. Nou, weet je? Ja, 9. 9, ja. Nou, dat is helemaal goed. We hebben 9 packs. Dus, en we hebben dus een hele mooie promo. Daar komt ie. Snorlax. Even scherpstellen, AIB. Dat is wel wennen zo'n nieuwe camera. Ja, dat is wennen, hè. Waarom staat hij niet scherp? Kijk, tada! Dat is wel glimt. Die is wel mooi. Die is leuk. Wat is de chase card waar we naar zoeken in deze set? Weet niet, is vast een Charizard. Is altijd een Charizard. Ik heb geen idee. Mooie sleeves. Ja. Energy staat voor je dus allemaal niks. Ga naar de packs, Ricardo. Oké. Nou, we beginnen met pack 1. Ik weet niet zeker of mensen het gezien hebben. Oh. Lukt het? Dat is even wennen, dat kan ik vertellen. Maar wel blij dat we zo'n mooie camera nu hebben. Hier de codekaart. Ja, dat was hem. Let's go. Dit stelt hij wel gelijk scherp. Ja. Magnemite, een Caterpie, een Eevee, een Grimer, een Ivysaur, een Slowbro, een Machoke, een Goldeen, een Rapidash en een Jolteon. Cool. Ja, alle Pokémon's in deze set zijn dus van de originele 151. Dus voor heel veel mensen wel echt de originele Pokémon's. We kennen uit de Pokémon blauw, Pokémon rood. Pokémon geel. Ja. Dus voor heel veel mensen is deze set wel heel erg nostalgisch. Oude mensen. Oep. Oké, we hebben een Kakuna. En wat ook heel leuk is, de Pokémon zitten in de set op volgorde van hoe ze ook in de Pokédex staan. Oké. Dus normaal... De nummer 1. Ja, normaal is Pokémon is de set altijd op kleur. Yeah. Alleen bij deze begint hij met Bulbasaur, dan Ivysaur, dan Venusaur. En dan zeg maar zo met echt de volgorde van de Pokédex. Gyarados en één. Oeh, die is wel heel mooi. 9 staarten. 9 verhalen. Oh ja. Zie je dat? Had je dat even mis. Deze is wel heel mooi. Ik heb gewoon een sleeve hier. Doe maar snel in de sleeve. En in deze mooie toploaders die jij verkeerd hebt besteld, maar toch wel mooi zijn met zo'n paars randje. Ja, ik heb helemaal niet verkeerd besteld. Jij wist dat ik van paars hield. Ja. Doe hem er snel in. Van mijn lievelingskleur, ja. Ook voor mij. Dan gaan wij snel door met de volgende pack. Zet hier achter me mooi neer. Een Eevee. Hallo, hier moeten we scherp stellen. Daar, ja, ziet u het? Dat is toch wel een mennen. Kan ik hier ook op tikken dat hij dat doet? Ja, dat werkt gewoon. Cool. Het is nog allemaal even wennen met die nieuwe camera, mensen. Dit is... moderne technologie ook al. Ja, daar snap ik helemaal niks van. Giovanni, Gloyster, een Grabber, Persian, een Big Air Balloon en een Arbok. Ja, dat is wel cool. Cool. Dat was een... zijn twee toffe pack. Mooi, hè, scherpstellen. Weet je, je moet me maar gewoon geloven dat het een mooie kaart is. Ik ben er nou al klaar mee. We kunnen ook een keer met zo'n Game Boy Pocket camera video maken. Dat is een, klinkt dan ook helemaal zo? Nee, het geluid is gewoon goed. Ja?
Daar komt die. Een... Wat zou daar staan? Een Farfetch'd. Een Old Ember. Een Pidgeotto. Een Magmar. Een Hitmonchan. Een Butterfree. Een Lapras. Een Horsey. Een Seedra. Nou, krijgen we nu een Kingdra. Heel thema. Een Electrode. Dat is geen Kingdra. Oeh. En wat heel mooi is met deze. De foil. Oh god, stel scherp. Zit ook echt hier mooie swirls en alles in. Ja, dat is wel heel nice, ja. Dus die zijn heel tof. Dat zijn eigenlijk ook gewoon hits op zich. Ja. En ze tellen mee voor de set. Dus dat houdt in dat dat ook nog wel weer valuable ergens zijn. Ja, dat is eerder geteld, hè. Als ze genummerd zijn. Dan horen ze bij de complete set en dan wil iedereen ze hebben. Yep. Een Goldeen. Moet ik daar nog op tikken? Ja, dat werkt wel. Nidoran. Pyras. Gursley. Kingler. Een energiesticker. Die gebruikte jij het ook toen je gestopt met roken. Ja. Rhydon. Nidorino. Bang. Gastly. En een Marowak. Die is cool. Ik ben echt heel grappig. Hoe dan ook, maar ja, het volgende pack. Vinden jullie Ricardo ook zo grappig? Laat het even weten in de comments. Ja. Wie vind je grappig? Ricardo of Jurgen? Of Milan. Of onze camera. Of onze camera, die vind ik ook heel grappig. Bellsprout, Shellder, Horsey, Nidoran, Cycling Road, Scyther, Charmeleon, een Eevee, een Paris en een Vaporeon. Een Vaporeon. Ja, daar wil ik wat voor zeggen, maar... Dat doe jij niet? Nee, als ik nu zeg in terms of... En dan zijn er nu mensen die video kijken, die weten wat ik wel ga zeggen. Nou, andere mensen weten het niet. Oké. En als je het niet weet, ben je goed bezig. Ja, zo'n Pokémon iets. Daar krijg je ook niks aan. Weet het oud voor. We hebben hier een Voltorb, een Krabby, een Sandshrew, een Seal, een Executor, een Rigid Band, een Graveler, een Ductrio, een Poliwag en dan komt hij. Ja, weer een Jolteon. Super leuk. Een hoop evoluties. Super leuk. We krijgen alleen maar evoluties. Jolteon, Vaporeons, Arbok. We hebben nog twee. We hebben nog twee te gaan. We zoeken eigenlijk de Charizard. Charizard. Waar zou die in zitten hier? Of een coole nieuw. Ja, dat is ook tof. Een Abra. Een ik had gewoon... Zie je dat? Hij stelt zich scherp hier. Op die doos. Waarom? Stel je daarop scherp. Niemand boeit die Mew-doos. Dankjewel. Gooi me weg. Diglett. Drowsy. Bulbasaur. Dit is dan op nummer 1. Ja, hier 1. Ja. Ik moet er maar geloven dat erop staan. Hij vindt 8. Nu stelt hij scherp die 6 screenboeken. Oh, ja, dat weet ik niet. Waarom? Zet hem maar weer terug, ja? Hier gebeurt het. Wat een rotding. Ik vond mijn telefoon leuker. Parasect, Cloyster, Giovanni, Porygon, Victreebel en een Omastar. Laatste pack. Nou komt ie. Wacht eens even. Heb je eigenlijk al op like gedrukt? Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik echt super cool. Ben je al geabonneerd? Oh. Abonneer nu voor goede hits. Dat helpt echt niet. Nee? Nee. Ratata. Squirtle, Pidgey, Hypno. Ze hebben hierin niet gedaan wat ze in Japan zouden gaan met die Pokeball. Nee. En dan komt hier de laatste hit, een Vileplume. Wat een vuile ploem. Hij stelt niet scherp, ik vind het niet leuk. Nou, wij gaan uitzoeken onze camera weer. Ja, dat hadden we misschien voor de video moeten doen. Ja, dat is wel handig, hè? Hij stelt het scherp. Wauw, maar deze is wel mooi, dit is wel een mooie hit. Maar ik ga eerlijk zijn, voor het ETB vind ik dit wel zwakjes. Ja, hè? Ja, dit vind ik wel zwakjes. Maar het komt wel een beetje overeen met wat we tot dusver hebben gezien met andere mensen met een ETB. Dat de pool rates wat lager zijn. Ja, maar dat is eigenlijk de hele Scarlet en Violet generatie al zo, toch? Hoe zit het met jou? Heb jij al wat 151 geopend en hoe waren jouw pool rates? Laat het ons weten. Wat was jouw dikke hit? Wat was jouw dikke hit? Was die beter dan onze? Waarschijnlijk wel, niet moeilijk. Nou, doei! Doei! Onder 51.